En het Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs, RKBO, heeft in samenwerking met de Katholieke Onderwijzersbond, KOB, een Teacher Empowerment Day gehouden. Volgens KOB-voorzitter Bernice Baron was de sessie bedoeld om de leerkrachten een boost te geven om hun werk voort te zetten. Leerkrachten zijn de afgelopen tijd negatief in het nieuws belicht, geeft de voorzitter aan. We kunnen daarom niet stilzitten, maar moeten met ze praten. KOB-voorzitter Baron geeft ook aan dat de leerkrachten na deze sessie beter zullen functioneren. Als je goede kwaliteiten wil hebben binnen het onderwijs, is het belangrijkste dat je gekwalificeerde en goed gemotiveerde leerkrachten voor de klas hebt. Als je dat niet hebt, kan je nog zoveel trainingen geven, het gaat jou niet lukken. Je moet goed gemotiveerd bedoel ik. Niet dat ze nu niet geweldig goed verdienen, maar als we kijken naar de economische situatie nu in het land. Wanneer leerkrachten naar school gaan, hebben vaak genoeg enkele kinderen niet gegeten. Die gaat in je zak voor dat kind. Andere beroepsgroepen maken deze dingen niet mee. Als een verpleegkundige geen naald heeft, gaat het ziekenhuis alles op alles zetten om aan een naald te komen. Dat zo'n patiënt geprikt wordt. Maar wij, waar moeten we het vandaan halen? We moeten in een zak gaan. En toch vindt mijn leerkrachten verdienen genoeg. We moeten in een zak gaan als we ons werk beter willen doen. Niet het ministerie tot voor ons klaar. Volgens onderwijzerstherapeut Lorraine Filet gaan de organisatoren van de onderwijssessie mogelijkheden bekijken om het onderwijssysteem te verbeteren. Leerkracht Janine Gemert van de Herman Jozef School vindt het een goed initiatief en zegt dat het gecontinueerd moet worden. We gaan mogelijkheden bekijken om het anders te doen. Ten eerste wil ik u vragen om een recept samen te stellen voor uzelf. Dat is liefde, op de eerste plaats, houdt u van een ieder, maar als eerst van uzelf als mens. Respect, straalt u dat uit? Omdat we als leerkracht gemotiveerd moeten raken. En ja, op het veld maak je zoveel dingen mee, de kinderen, de ouders. Dus als dit 2 keer in het jaar gebeurt, vind ik het prachtig. Leerkracht Janine Gemert en daarvoor onderwijzerstherapeut Lorraine Filet. Ze gingen in op de motivatiesessie voor leerkrachten georganiseerd door het RKBO in samenwerking met het KOB. De komende week zullen de organisatoren, het RKBO en het KOB, de leerkrachten in de districten bezoeken.